Nou ja, dit is andermaal baie lekker om saam hier te kuier. Ons is bezig met ons Bybelstudie in Randendal Prisma. Maar aan een en elkeen wat deel het aan hierdie Bybelstudie, baie baie welkom. Ek vertrou dat het vir jou verrykend is en dat jy algaande iets nuut leer. Die woord van die Here is so ryk, dis soos 'n skatkis en jy kan nooit uitgekeier raak met die rykdom en die gevarieerdheid van Godse genade perspektiewe, as ek die woord mag gebruik nie. Dis 'n baie, baie groot stuk genade, dat ons die woord in ons eie taal het, dat ons het kan lees, dat ons het kan oordink, en dat ons in ons oordenking kan reken op die Heilige Gees, wat vir ons in waarheid lei. En mag dit ook jou ervaring wees, dat terwyl jy saam met my blaai, deur die Markus Evangelie, en ons nou ook kyk hoe dit daardie bepaalde gedeeltes en die res van die Nuwe Testament, Ou Testament, natuurlik ook ander perspektiewe, ander beklemtoninge ontwikkel en verkry, dat jy in jou eie menswees enorm verryk sal word. Onthou ook dat ons nie soos die dooie see is nie. Die dooie see, die groot probleem is, hy het 'n invloei, maar nie uitvloei nie. En ons het nodig om 'n in- en 'n uitvloei te hê, sodat daar lewe kan kom. Dis in die mate waarin 'n mens gee, dat jy kan ontvang. As jy min gee, is daar min behoefte om te ontvang. As jy baie gee, sodat jy effens leeg tap, dan is daar plek vir nuwe inhoud en vir 'n nuwe volmaak. En deel daarom ook dit wat jy hoor en beleef en leer met ander mense, gee dit deur en hoofsaak is inkorporeer dit in jou eie lewe, sodat jou lewe daardeur verryk en ook bepaal en gerig mag word. Nogmaals baie dankie dat ons kan saam kuier. Ons is, soos ons reeds gesê het, steeds bezig met die Markus Evangelie en ons gaan nog rukkie daarmee bezig wees. Ons trek daarom nou min of meer by die helfte en dis 'n verrykende en 'n wonderlike ervaring om so saam met Markus, wat eintlik die brondokument is, nee, en waarvan Matteus en Lukas ook gebruik gemaak het, om te hoor hoe dat die evangelie leef in die hart van Markus en watter beklemtoninge, perspektiewe hy bring rondom die bediening van Jesus en alles wat daarmee saamhang. Nou, ons is by Markus hoofstuk 7 en ek gaan vir jou, hier is 'n aangrypende gedeelte, dit is 'n absolute fenomenale gedeelte en ek gaan dit vir jou lees en terwyl ek dit lees, want die tekst is aan jou bekend, dit is nie asof dit 'n splinternuwe tekst is nie, wil ek graag 'n paar opmerkings maak oor wat hier aan die gebeur is. En soos ek reeds sê, dis vir my 'n aangrypende teks. En ek het nog altyd, laat ek myself nie vooruit loop nie. Ek gaan nou vir jou sê, waar ek nog altyd gedink het, kraaikie, maar dis dalk nou nie 'n mooi manier waarop Jesus hier opgetree het nie. Maar skielik verstaan ek 'n bietjie beter, want ek kon verder gaan nalees, en ons leer mos gedurig deur, nee. So in Markus hoofstuk 7 vers 24 begin ons. Jesus het hom gereed gemaak en daarvandaan weggegaan na die gebied van Tyrus toe. Daar het hy 'n sekere huis na 'n sekere huis gegaan en hy wou nie hê dat iemand dit te weet moes kom nie. Tog kon hy nie onopgemerk bly nie. Nou, die Matteus Evangelie sê, Jesus het daarvan weggegaan na die streke van Tyros, Tyrus en Sidon. En dit is natuurlik in Fenisië, want die vrou ook wat nou met wie ons hier bekend gaan raak, is 'n Syro-Fenisiese vrou. Maar voor ek nou daarby uitkom, Jesus bevind homself met ander woorde in 'n meer heidense omgewing. En die woord heidens is nie eers 'n lekker woord nie, maar is 'n omgewing waarbinne Jesus nog nie in die mate bekend gestel is nie. En natuurlik hang dit saam met die feit dat Jesus deur sy eie mense verwerp is en hy gaande weg om ook rig na 'n ruimte en 'n gehoor waar mense bereid is om te hoor wat hy sê. En daar's ook 'n wonderlike vrug op Jesus se bediening in daardie ruimtes. Nou, Jesus vir sy eie redes wil onopsigtelik wees, en, maar dit gebeur nie. Want 'n vrou, daar staan, tog kon hy nie onopgemerk bly nie.
dit is eigenlijk mijn wonderlijke woord, nee. Jij kan die evangelie, die kracht van die evangelie, Jezus is die vergestalting daarvan, kan je niet wegsteken. Nie. Jij kan het niet onder een maatimmer wegsteken. Nie. Dit is inderdaad zoals een lucht wat op een stad, zoals een stad wat op een berg, eenvoudig alles verlig en mensen naar homself toe trek. Ek onthou, nou dat ek daaraan herinner word, toe ek die vorige gehad het om baie jare gelede saam met Operatie Mobilisatie sendingwerk te doen in die moslimwereld, het ons ook voor een tijd lang, het ons as deel van ons opleiding, het ons in België en in Duitsland, het ons deel van ons opleiding ontvang. Ek onthou in Duitsland, en als ik me recht herinner, dan was het bij Hamburg, kon een van die groot stede gewees het, maar dat ons gerei het in die nacht, en dan is daar hier die kastele, wat in die nacht verlig is, en dit hang soos een jimmelse Jerusalem. Dit was mijn ervaring destijds, terwijl je op die snelweer rij, want die mense het was geweldige snelweer met hoeveel banen. Maar nou rij je op hierdie snelweer, dis donker nacht, en daar in die verte sien jy hierdie kastele, wat soos een stip jimmelse Jerusalem, wat uit die jimmel het neerdal, nog steeds tussen, as het ware tussen jimmel en aarde hang verlig. Dit was een aangrypende prentjie geweest. En is diezelfde met die evangelie, jy kan dit niet wegsteek nie, jy kan het niet onopgemerkt laat bly nie, jy kan ook niet een kind van die Here in wie sy hart die Heilige Gees lewe, en wat die licht van die evangelie gesmaak het, jy kan niet dat sy lewe en sy getuienis onopgemerkt bly nie, dit moet iewers resoneer, iewers sal dit natuurlijke impact maak. Nou, in daardie omstandighede word hier nou vir ons vertel van een vrouw wie sy dochterkie een onrein gees gehad het, die woordkie besete word gebruik. Sy het te hore gekom van Jesus en sy het gekom en voor sy voete neergeval. Hierdie vrouw was een Griek wat in Syro-Fenisië gebore is. Sy het hom gevra om die bose gees uit haar dochter uit te drijven. So ons weet nou al, hierdie is een heidense vrouw. Dit is waarschijnlijk een nie-gelovige vrouw. Sy is van kananitiese afkomst. Sy het die Griekse manier van leven, het sy omarm. Daarom word sy een Griek genoem. Geef ons bietjie context. En dit is een heidense omgeving. Maar sy het van Jesus bewus geword. En wanneer mens naar die Matteus tekst gaan kyk, dan gebruik sy een manier om Jesus aan te spreken, wat eindelijk heeltemal ongewoon en ongehoord is in die mond van een heidense vrouw. Sy spreek Jesus aan soos wat Joodse gelowiges hom sou aangespreek het. Sy sê, ontferm u oor my, Here Seun van David. Dis die manier waarop een kananitiese vrouw Jesus sou aanspreek nie. Maar door die manier waarop Matteus haar benadering tot Jesus kom onderstreep, grijp hy vooruit naar die dag wanneer die heidene en die nasies naar Jesus sal stroom. Dis asof het ware, asof in die mond van hierdie vrou daar een profetiese woord gelever word. Want Jesus het hom gewend naar die nasies, omdat, en natuurlijk was het van die begin af sy bedoeling geweest, maar vanweer die verwerping van sy eie volk, bevind Jesus om meer in die omgeving van Galilea, en uiteindelijk ook natuurlijk in hierdie in Samaria, en dan ook hier in Syro-Fenisië, in daar die omstreke, waar hy ook verskeie van sy weldade verrig, en sy genezingswondere en bevrydingswondere. En het is asof het een profetiese vooruit, asof het ook een woord van terechtwijzing is. As julle dan nie wil glo nie, dan sal heidene, namelijk my naam, op hulle lippe neem as een belydenis van my Godheid. En, maar nou kom dit, en sy sê, sy het onverwachts by hom aangekom. Die wonderlijke is dat Jesus haar nie wegstuur en sê, want ons lees moes nou in die Markus tekst, lekker hoe die twee tekste om mekaar inspeel, nee, dat Jesus toch maar net bietjie een kant wou gekom het. Hy was ook volledig mens geweest en het dikwels tye van recuperation nodig gehad. Hy het nodig gehad om restauratie te ondervind, tyd met sy vader deur te bring en daarom die woordkie namelijk onverwachts. Nou maar hierdie vrou maak eindelijk een oorlas van haarself. Matteus sê, sy het aanhoudend geroep. Dit staan nie in die Markus tekst nie.
Maar Matteus geeft voor ons een baie mooi perspectief op die absolute gerigtheid, vastberadenheid van hierdie vrouw, dat hier zal zij vandaag gehoor word. En niks gaan haar van hierdie agenda af laat afsien nie. Sy het aanhoudend geroep, ontferm u oor my, Here seun van David, my dogter is in die mag van 'n bose gees en dit gaan sleg. Precies hoe, aanhalingstekens, irriterend, konsekwent, deursnijdend, luid hierdie geroep van hierdie vrou was, word deur die disippels onderstreep, wanneer die disippels sê, namelijk, Here stuur haar weg, want sy hou aan met skreeu hier achter ons. Ek wonder maar net oor ons eie gebedslewe. En natuurlijk het ons nie nodig om op daardie selfde wyse by God aan te dring nie, want ons het ook deur van weer die versoeningswerk van Jesus Christus. Maar is daar nie meermale in ons eie harte eintlik maar so 'n terloopsheid nie, so half 'n slordigheid, so 'n gebrek aan verwagting, so 'n gebrek aan deurdringendheid, so 'n gebrek aan erns, so as u wil kan u maar as dit nie doen nie, is dit ook maar reg, ek sal self regkom. Of is daar iets van hierdie erns van hierdie vrou wat sê, ek sal u nie loslaat voordat u my nie gehoor het nie. Absolute aangrypende gebeure in die manier, die ingesteldheid van hierdie vrou wanneer sy na Jesus toe kom. Sy sê as het ware, ek sal nie loop voordat u my nie geantwoord het nie. O, aangrypend, die disippels in die Matteus evangelie doen wat hulle dikwels doen. Here, stuur haar weg. Toe die skare kom hulle kom tydens die eerste vermeerdering van die brood, en ons gaan later daarby kom in 'n volgende aflewering, waarskynlik wanneer die disippels dan by Jesus kom, en hulle sê, Here, hierdie mense is al lank hier by u, u hou vir hulle baie, baie besig, stuur hulle weg. Dit is die benadering wat die disippels het, maar Jesus doen iets anders. Matteus sê, hy antwoord die vrou nie. Nee, maar sy hou net eenvoudig aan om te roep, en dan antwoord Jesus en hy sê, ek is net na die verlore skape van die volk van Israel toe gestuur. Nou let wel, ek is gestuur na die verlore skape van die volk Israel. Nee, en Israel weet dit nie, hulle hoor dit nie, hulle verstaan dit nie, hulle interpreteer dit nie, want hulle leef nog steeds in hierdie waan, dat hulle die uitverkore volk van God is, en Abraham as voorvader het, en daarom dat hulle saak met die Here reg is. Maar die vrou kom kniel voor hom en sy sê, Here, help my. O, mense, ek denk nou maar sommer aan onlangs se reeks wat ons in die gemeente gedoen het, waarin Wimpy vir ons voorgegaan het, en jy sal onthou, namelijk na aanleiding van NT Wright, wat sê, wat maak ons met COVID-19 in ons ongemak, en ons vraag, en ons vertwyfeling, en ons worsteling, en ons teleurstelling, en ons hartseer, en ons woede, en ons opstand. En dan sê hy, namelijk, soos die aarde so kom gelowig is, en ook die Heilige Gees, weliswaar, sonder woorde, kom sit en kom sug, nee, kom kreun by God, en sê, Here, help ons, Here, help ons, iets daarvan, skort dalk by ons as geloofsgemeenskap, dat ons na die Here toe op daai manier kom, en hy wil, en hy is 'n goeie God, maar ai, hoe gerig is ons harte op hom, totdat u ons genadig is. Hoe sê hy, namelijk, soos die oë van die diensknegg is op die hand van sy Heer, en die oë van die diensmagt is op die hand van haar meester is, so is ons oë op u gerig, Here, totdat u ons genadig is. O, hoe begeerig is ons, dat God sal ingryp en iets nuut in ons lewens sal doen. Nou, dan kom Jesus, en hy antwoord haar in die woorde van die Markus evangelie, wag dat die kinders eers klaar eet, want dit is nie mooi om die kindertjies se kos te vat en vir die hondjies te gee nie. Sjoe, dit het my nog altyd half ontstel, dat Jesus die vrou, die arme vrou, so kon antwoord. En miskien het ek maar net vergeet, maar toe lees ek nou weer raak, dat
natuurlijk die meerderwaardige Joden, nee, dat hulle naar die heidene verwijs het als honden. Jezus gebruikt daarom hier een verkleining van die term. Maar God zal zijn genade niet aan honden bewijzen. Nie. Net zo min is wat God zijn genade effectief kan wees in die leven van honden. Net zo min zal God genade bewijzen aan die heidense volkeren. Dit was die afleiding wat hulle gemaakt heeft. Jezus komt en hij zegt: maar hier is een gerichtheid in mijn komst. Ik heb in die eerste plek gekomen voor die verloren schapen van Israël. Nee, en hulle is die mensen wat in die eerste plek moet kost krijgen. Want hulle is die instrument, hulle is die werktuig waardoor uiteindelijk die wereld bereikt moet worden. Ek denk niet Jezus bedoel om haar weg te stuur nie. Misschien is Jezus niet bezig om van haar een aanskouwingsles te maken. Want hij weet, hij ziet in hierdie vrou se hart, maar zij gaan mij niet los vandaag niet. Om daarmee ook een woord teenoor sy eie mense te laat weer klink. En die vrouw laat dan niet afzet nie. Ek lees oor die strijdgesprekke. Die strijdgesprekke was wanneer die fariseers en die sadduseers, die skrifgeleerdes naar Jezus toe gekom het en hulle probeer het om hom van strijd te brengen. Altijd met de agenda, want hulle wil hom ongeloofwaardig bewys, hulle bewys dat hy nie inderdaad God is nie, hulle wil sy integriteit in twyfel trek en dies meer en dies meer. En Jezus het alle strijdgesprekken het hy baie goed hanteer, want het gewoonlik die situasie net omgedraai, en dan het hulle rooi gezicht al weggestap, want hy het eenvoudig net precies geweet om met daardie strijdgesprekken en die moedswilligheid wat aan verbonden was, om daarmee te werk. Maar nou sê een van die kommentaren, daar is een strijdgesprek wat Jezus niet gewen het nie, en dit was die een met die Syro-Fenisiese vrou gewees. Daar het Jezus eenvoudig net anderslikens handdoek moes ingooi, want hierdie vrou het hom nie laat wegkom nie. Daar was geen manier nie. Dit is waar, Here, sê sy. Dit is waar, dat, en sy erken, die volk moet eerst telk gevoed word, maar Here, ek erken my status, maar ek is bereid om onder die tafel te eet, want selfs die krummels wat van die tafels afval, het genoeg kracht, genoeg potentiaal, daar is genoeg belofte daarin, dat u my gebed sal hoor. Jezus sê vir haar, mevrou, jou geloof is groot, jou wens is vervul, van daar die oomblik af was die dochter gezond. Vers 30, toe sy by die huis kom, kry sy haar kindjie op die bed lê, en die bose gees was klaar uit haar uit, en natuurlijk is daar die kindjie. Nou, dit ondersteun ook natuurlijk die grootheid van die Heer Jezus en zijn Godheid, dat hij is niet eens bij die situatie nie. Nee, ik bedoel, dikwijls waar Jezus geconfronteerd was met de boze geest, was die boze geest daar manifesteer, en het hy sonder omhaal van woorde, daar die boze geest doodgewoon net terechtgewys en aangesê om te gaan. In hierdie geval staan daar dat hierdie vrou sê, my dochter is bij die huis, nee. Ek dink amper hier het was iets van ver, nee. Ek weet nie hoe ver het was nie, maar feit van die saak is, die dochterkie was niet daar nie. Maar Jezus het eenvoudig net, het hem maar net naar die vrou gedraai en gesê, mevrou, jou geloof is groot, jou wens is vervul, en van daar die oomblik af was die dochter gezond. Wow, aangrijpend, nee. Wonder maar net, oor u en my gebedslewe, hoe lyk dit? En is daar een dringendheid in ons hart, iets van totdat u ons genadig is. En wanneer mense in die wereld eveneens by ons kom aanklop, het ons ook maar die disciplese mentaliteit, stuur hulle weg. Ons wil met hulle geskreeuw, wil ons nie langer geconfronteer word nie. Nee, dit kan nie so werk nie. Dan gaan die gedeelte voort en Matteus 7 vers 31 tot 37. Nou interessant dat die gedeelte kom ook voor in Markus hoofstuk 15, maar Markus doen dit op een ander manier. Kom eens lees nou wat gebeur in Markus hoofstuk 7. Jesus is uit die gebed uit weg, deur van Tyrus weg en deur Sidon naar die see van Galilea toe in die gebied van die Decapolis, maar is nog eindelijk heidense omgeving. En die mense bring toe een doewe man
wat ook een spraakgebrek het na hom toe en vraag hom om toch zijn hand op hom te lee. Nou, baie, baie interessant wat hier gebeurt. Nog een van die goeders wat ik geleer het. Ek is so blij dat ik samen met jou een bykie kan navorsing doen en navraag kan doen oor die tekst. Kom, ek sê eers wat in Markus gebeur. Hier kom die mense en hulle bring hier die man wat doof stom is. Nee, een doove man wat ook een spraakgebrek het, wat natuurlijk meermale die geval is wanneer iemand doofheid. Hy het hom eers een kant toe gevat, weg van die mense af. Ek wonder of dalk die mense se, ek weet nie hoekom Jesus vir hom weggeneem het een kant toe nie, miskien sou die mense vir Jesus verdring het, miskien het dit te doen met Jesus se nederigheid, en dies meer, want ook hier in hierdie gedeelte sê, belet Jesus die mense om te gaan vertel, die Messias geheim, maar hulle is eenvoudig niet aangegryp. Maar hy neem die man een kant toe en hy het sy vingers in die man sy ore gesteek, spoeg aan sy tong gesmeer, naar die hemel toe opgekyk, gesig en vir hom gesê, Efata, dit beteken, gaan oop. En ek het nog altyd gewonder nou oor die manier waarop Jesus hierdie man bedien. En mens moet dikwijls maar baie wyd lees, want jy lees nie altyd die goed raak in een bepaalde verwysingsbron nie. En toe lees ek die interessante ding, dat in die nabije oosterse wereld het daar baie mense rondgegaan wat hierdie sogenaamde wondertekens gedoen het. En hulle het hulle eie gewoontekies, taal, stijl, tekens en dies meer gehad. Jesus sluit daarby aan, vooral ook in een heidense omgeving. En as hy dan sy vingers in die man sy ore steek, dan sê hy, dis waar die probleem is. Met ander woorde van die man is een doove man. En dis een manier om te sê, dis die oorsaak, dis die plek waar die krisis lê. En hy spoeg aan sy tong, want spoeg het in daardie wereld geneesende krag gehad. En hy kyk op na die hemel om te sê, maar die antwoord kom van die gode, dit kom uit die hemel uit. En hy het gesig wat een aanwysing is van, hy het gebid en hy het in Aramees gesê, Efata, Jesus sy eie taal, sy eie taal gebruik, en dit beteken, gaan oop. So Jesus sluit hier aan by hierdie man, en dit is een snaakse manier, maar eindelijk sou die mense onmiddellik verstaan wat hier aan die gebeur is. Jesus is een wonderwerker, maar die verskil is, dat by Jesus is daar een verandering wanneer Jesus mense bedien. Maar met hierdie ander pelukas wat rondgaan en dies meer is een vertoonerigheid en waarschijnlijk met een geldmotief en in ons eie tyd is dit nie heeltemal ongewoon nie. Sy ore het dadelijk oopgegaan, die belemmering van sy spraak het verdwijn en hy het reg gepraat en Jesus sê, julle moenie met mense hier oor praat nie, maar hoe meer hy hulle belet het, hoe meer het hulle dit verkondig. Hoe kan jy anders? Ek bedoel, het is amper onredelijk en onpraktisch van Jesus om te verwag dat mense nie daar oor gaan praat nie, maar hy bedien hierdie man en onmiddellik is hy spraakgebrek weg en kan hy hoor sy ore het oopgegaan. En hulle is geweldig aangegryp staan daar. Alles wat hy doen is goed. Nou wonder ek of jy saam met my kan dink, is daar een plek waar ons leer en lees dat wat God gedoen het goed is? Ja, jy sê reg. In die skepingsverhaal. Want God het gemaakt en as hy klaargemaak het, het hy as het ware een tree teruggegee en het gesê, dis goed. En dan maak hy weer, hy skep door sy woord, door sy gees, die woord wat hy spreek, en wonderbaarlik om daar die dinge tot in aansyn, word het een werklikheid, en dan kyk God en hy sê, dit is goed, want God die mens maak, hy sê, dit is baie goed. Hoe teleerstellend was die mens dan nie uiteindelik, omdat dit wat hy baie goed gemaak het, na sy beeld en sy gelykenis. Beelddraer, daar stap die beeld van God. Daar is Godse beeld, dat ons toch so ach, so afvallig geraak het en somtijds steeds ook raak nie waar nie. Maar hierdie tekst, as jy hom net so bykie raak hoor, dan staan daar, alles wat hy doen is goed.
En dan wil die tekst voor ons suggereer en sê, inderdaad het ons hier met Jezus die Messias, God in die vlees, onder mensen op aarde, bezig om zijn koninkrijk te vestig, het ons te doen. En dit in die monde van mensen wat van heidense afkomst is, en hulle getuienis. Alles wat hij doen is goed, om ook aan te sluiten bij die Syro-Fenisiese vrouw en haar aanhoudende gepleit en gesmeek en geroep en geskreeuw en ook die manier waarop ze hem aanspreekt, Jezus, Seun van David. O, aangrijpend, nee, hoe dat Jezus hier die man genees. Nou, Matthias, hij komt en hij geeft net een opsomming. Hij zei, Jezus is weggegaan, hij komt bij die See van Galilea. Matthias' focus is baie sterk op die Joodse volk, daar sy delingse verwysings, so na die heidene, maar terwijl Marcus vooral vir christene vanuit Romeinse achtergrond geskrywe is, en vanuit die perspektief dat Jezus naar die heidene toe gaan, is Matthias baie ernstig daaroor dat Jezus gekom het vir die verlore skape van Israël. Dis sy gerugtheid. En dan sê hy, hy kom daar by die See van Galilea, baie mense het na hom toe gekom, verlamdes, blindes, gebrekkiges, doofes, en nog baie ander, en hulle het om voor hulle neergesit. Nou, in Jesaja, als ik die tekst hier vinnig kan kry, waar is ons nou, hier is hoofdstuk bladzij 2, dan staan daar in Jesaja hoofdstuk 35, vanaf vers 5 tot 6, dan word daar verwijs na die koningsheerskappij van God, en ons weet, dit is in Christus Jezus, en dan staan daar in Jesaja 35, blindes sien, doofes hoor, lammes loop, stommes kan praat. En dit met andere woorde, een vervulling, namelijk van die oud-testamentiese profetie, want Matthias sluit baie dikwijls aan bij onder andere Jesaja en andere oud-testamentiese gedeeltes. Maar baie mense kom, verlamdes, blindes, gebrekkiges, doofes, hulle sit om voor Jezus neer, hy maak hulle gezond. En dan wat is die gevolg daarvan? Vers 31 van Matthias hoofdstuk 15, zodat die mense het hulle verwonder, want die stommes praat, Jesaja 35. Die gebrekkiges word herstel, die verlamdes loop en die blindes sien en hulle die God van Israël geprys, die God van Israël geprys. Wat een wonderlijke, wonderlijke gedeelte. Die koningsheerskappij van Jezus Christus. Maar dit is ook, soos ek sê in Jesaja, in die profetie, gaan het oor die heerskappij van God. Godse heerskappij. Hier wordt Godse heerskappij door sy gesand Jezus, word het praktisch gedemonstreerd. En hier die Jezus is niemand anders als God op aarde, in die vlees, onder mensen, bezig om die koninkrijk van zijn vader op te rig nie. Aangrijpend. Ek sou nog een paar gedachten met u wou wissel oor genesingswondere, maar misschien bij een volgende geleentheid kan ons bykie praat oor Jezus en sy genesing. As ek nou een ding kan saamvat, en kan suggereer, dan is het ook die vraag, is daar iets van die dringendheid bij mij in mijn verhouding met die Here, en in my op weg wees met hom, en in die besonder in termen van mijn gebedslewe, al is dit zuchtend, al is het groanend, al is dit worstelend, maar Here, ons sal u nie los voordat u ons gered het nie. Nou, hy het dit natuurlijk in Christus Jezus gedoen, maar feit van die saak is, die dringendheid, die passie, die doorleeftheid, en die erns, en die verwachting, dit mag nie ontbreek by ons, wanneer ons voor hom kom staan nie. Lekker om saam met te kuier, mag die Here vir jou seën, volgende week, dan maak ons weer so.